Nee, maar ja, ik denk dat we afgelopen zondag wel hebben laten zien waar we toe in staat zijn. En ik denk dat het nog verder kan ontwikkelen. Dus wie weet wat het ons nog brengt. En wat kan je dan doen om ervoor te zorgen in een week tijd dat je dat vasthoudt? Dat je ook tegen Cambuur dat laat zien? Ja, goed. Het is altijd lastig te zeggen natuurlijk. Want als je dat weet, dan doe je dat elke week wanneer je goed gespeeld hebt. Maar dat is voor ons moeilijk te zeggen. Maar ja, ik denk als je gewoon op deze manier traint, wat we nu deze week gedaan hebben, gewoon met een goed gevoel en veel plezier in de trainingen brengen. Ja, dan komt het goed, denk ik, morgen. En, je bent natuurlijk wel afhankelijk van tegenstanders, want tegenstanders gaan zich ook oriënteren op ons spel. En ze hebben natuurlijk vorige week zondag hier hebben ze ook gekeken. Dus ze zullen ook weten wat wij kunnen, dus ze zullen zich daartegen wapenen, denk ik. Hoe bijzonder is de wedstrijd tegen Cambuur voor jou? Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb daar 3 jaar gespeeld. Leuke tijd gehad, veel dingen meegemaakt. Dus en ook wel leuk dat het dan zo snel komt. Want soms heb je wel eens dat het pas aan het eind van het seizoen gebeurt, zo'n wedstrijd. Maar voor mij is dat wel speciaal. Dus als ik daar morgen kom, zal het wel vertrouwd voelen. Wat dan bijzonder is, als we ons inlezen in jouw statistieken in het verleden, dan zit er 1 seizoen bij MVV bij dat je echt gigantisch veel hebt gemaakt voor een verdediger. En bij Cambuur is dat nooit helemaal gelukt. Waar zit dat hem in? Ja, dat is een goede vraag. Alleen ik heb bij MV heb ik 1 seizoen over het middenveld gespeeld. Dus dan ben je altijd wat dichter bij de goal. En inderdaad, wat je zegt, ik heb er toen 9 gemaakt in 1 seizoen. En bij Cambuur heb ik eigenlijk altijd centrale verdediger gestaan. En als je de statistieken ook terugkijkt, dan zit ik meestal rond de 2-3 goals als ik centrale verdediger speel. Dus ik zit nu op 1. Dus wie weet wat het ons nog brengt. Wat kan Sparta verwachten in Leeuwarden, denk je? Hoe goed volg je die ploeg nog steeds? Ja, ik volg ze natuurlijk wel van een afstandje, maar wel serieus. Omdat het is toch een oude club van je. Ja, wat ik ervan weet is dat ze eigenlijk altijd de eerste 10 minuten kwartier willen ze gewoon volle bak spelen om het publiek erachter te krijgen. Dus ik verwacht dat ze dat morgen in het begin ook zullen doen. En dan moeten we gewoon zorgen dat we daar ons tegen wapenen. En vanaf dat moment moeten we gewoon ons eigen spel gaan spelen. En dan denk ik dat we daar een mooi resultaat mee kunnen nemen. Is dit de eerste serieuze test ook? De eerste ploeg van formaat die je echt tegenkomt? Nou, denk ik niet. Ik denk dat Go Ahead ook wel een ploeg is waar veel teams zich stuk op zullen lopen. Als je kijkt, Cambuur uit bij Eagles heb ook niet gewonnen. Dus ik verwacht dat het wel lastig wordt, omdat we spelen ten eerste uit. En bij Cambuur thuis worden weinig punten gehaald, normaal gezien. Dus het is wel echt een testcase. Maar ik denk dat Go Ahead normaal gezien ook een goede tegenstander was. Dus ik verwacht gewoon een leuke wedstrijd. Heb je al nachtmerries gehad van Oebele Schokker? Nee, daar heb ik geen nachtmerries van. Alleen van zijn naam, maar niet van zijn spel, nee, inderdaad. Nee, hij legde er wel vorige week eentje in, dat was fabuleus. Ja, ik heb het gezien op de beelden. Het zegt wel iets, het is gewoon een speler om rekening mee te houden, maar niet waar je nachtmerries van krijgt. Is Cambuur een titelkandidaat ook? Ja, lastig te zeggen. Ik denk dat er meerdere ploegen zijn die eventueel voor de titel mee zouden kunnen spelen, maar naar mijn mening is het niet echt een uitgesproken titelkandidaat. Het is wel een ploeg waar we rekening mee moeten houden en dat zullen ze ook morgen bewijzen tegen ons. Dus wellicht een outsider.